Bij 18 eiken aan de Stadsmolen in Maassluis gaat de zager in. De bomen zijn te groot geworden voor de omgeving. En vanwege ouderdom is er gevaar voor het vallen van takken. Voor de veiligheid sluit de gemeente tijdens de werkzaamheden een aantal parkeervakken. Dit wordt met borden aangegeven. Voor de 18 eiken herplant het stadsbedrijf 24 andere bomen van 4 verschillende soorten. Het planten van verschillende soorten bomen draagt bij aan biodiversiteit in de stad. Ook wordt de kans hiermee kleiner dat de bomen eventuele ziektes verspreiden. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind deze week.